Veel bekende FC Twente-spelers uit het heden en verleden naar Markelo gekomen, waardoor het een grote reunie werd. Bert van Losser maakt het volgende verslag. Als Heinkes een strafschop neemt, dan komt hij aan de rechterkant van je, Piet. Piet Schrijvers dook in die eerste wedstrijd toen hij een strafschop tegen kreeg van Heinkes. Een strafschop aan de linkerkant. Kijk wat hij nu doet. Of kreeg een strafschop aan de rechterkant, maar Schrijvers ging naar links. Zie je, nu is hij goed geïnstrueerd, Piet Schrijvers. En nu houdt hij die strafschop eruit. Schitterend zoals Schrijvers hier het kopje erbij gehouden heeft. De Vries. Willem de Vries. Meters buitenspel was dat voor Ter Avest. Nou, Van Hals kan het afmaken. Van Hals maakt er 2-0 van. 20e minuut. Nou, daar ben ik heel erg trots op. Als je ziet met wie ik net op het podium heb gestaan. Echt de grote man uit de grote tijd van Twente, zeg maar. Met Europa Cup successen. En als ik daar tussen mag staan, dat betekent toch dat mensen heel tevreden waren over mijn werk bij Twente. En dat is voor ieder mens is dat een prettig gevoel. Een reunie is het eigenlijk wel, hè, vanavond. Ja, en je ziet ook hetzelfde als bij de club waar ik nu speel, waar ook heel veel historie is. Is Twente ook zo'n club met heel veel historie. En het is toch heel leuk, iedereen die... Je praat weer met elkaar en praat over vroeger. En ja, dat maakt ook een club als Twente zo leuk. Mettler moet zijn zenuwen nu in bedwang houden. Hij doet dat niet. Via Snelders en de paal mist Roda de penalty. Hey, wat doet Achterberg dan nou? Ja, Rijsberg is wit-heet. En Achterberg heeft daar inderdaad getrapt ten koste van Evers. Merkwaardig om zo in de fout te gaan in de 43e minuut van een tweede helft. In een laatste competitiewedstrijd. Als je mijn lichaam ziet, dan zie je kippenvel. Want ja, Twente is toch een groot gedeelte van mijn leven geworden en is het nog. En als je dan het hele spulletje wat daar staat allemaal ziet, dat zijn allemaal vrienden. En dat ik daar genomineerd mee ben, dat vind ik heel mooi. Wat betekent zo'n avond? Een soort reunie? Een avond thuiskomen? Ja, nu zeker, want er zijn ook heel veel jongens die ik jaren niet gesproken heb en die ik dan nu weer zie. En dat vind ik altijd heel belangrijk. En ik denk dat wij onze successen behaald hebben doordat we een team waren. En dat staat hier allemaal. Nou, en dan is het gewoon jammer dat er dan een paar jongens niet meer zijn. En op zo'n moment denk je daar dan wel aan. Wie had je vanavond een hele lange tijd niet meer gesproken? Johan Zuidema. Johan Zuidema, die is bij Twente weggegaan. En daar heb ik in Twente mee samengevoetbald. Mee op de kamer gelegen. Maar ook wel bij Twente ruzie mee gehad. Maar dat kon. Ruzie met jou? Ja, dat kon. He, op het veld kon dat. En hebben we achter elkaar aangezeten, maar buiten het veld over en sluiten. We hebben daarna tegen elkaar gevoetbald, dus wilde hij naar Ajax. Nou, vind ik fantastisch voor hem dat hij Ajax toen gehaald heeft. Maar vanaf die tijd heb ik Johan niet meer gezien. En vanavond zie ik eerst zijn vrouw, die zegt van, ja, Maria Zuidema. Ik zeg, god, wat leuk dat je ook bent. Nou, dan zie ik Johan weer, nou, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Nou, nu dan Achterberg. Binnendraaien. Zuidema, doelpunt. Achterberg schoot, Zuidema is erbij wanneer Victor die bal niet onder controle krijgt. En zo is het 1-0 voor de FC Twente. Ik had altijd een goede band met Eddy. In het hele team, we waren een vriendenteam. Maar ja, speciaal met Eddy, we konden het goed met elkaar vinden. We lagen ook wel eens even in de klins. We hebben een robbertje dollen, maar het was altijd goed. Ja, wat doet deze avond met u? Deze avond, wat het doet? Oh, ik hou hier een fijn gevoel van over. Wie moet er volgens u speler van de eeuw worden? Oh, ik denk qua verdiensten, ik denk dat het Epi Drost zal zijn. Ja, dat zeggen een heleboel mensen. Ja, maar dat heeft toch ook een hele hoop betekend voor FC Twente.
Het was een speler met allure, bravoer. Had zijn schoonheidsfoutjes, maar dat hoorde bij zijn spel. Maar hij had altijd een goede inbreng en altijd positief. Coach Van Deel? Oh, ik denk Kees Rijvers. Ja. Wat was uw absolute hoogtepunt voor FC Twente? Nou, het jaar dat we dus meededen om het landskampioenschap, finale KNVB-beker en de UEFA Cup. Ja, geen prijzen gewonnen. En dan, ja, dat doet wel pijn. Het is vol achterin bij OFK. En daar stond hij toch ineens vrij, die Jan Juring, helemaal vrij. En het is een doelpunt, 1-0. Niets aan de hand, maar oh, wat staat die verdediging dan ineens gek te kijken dat Jan Juring daar in volslaafde vrije positie scoort in de 21ste minuut van de eerste helft. Van der Val zou kunnen schieten, geeft de bal aan Juring en schiet nu. Goal! Van der Val. Daar is hij. Een van de meest begaafde voetballers die Nederland is. Gefluit en gehoord voor Arnold Muren. Het schot van Muren. Het doelpunt. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat je op de allereerste plaats dat je genomineerd bent. Ja, dat houdt toch in dat mensen gewaardeerd hebben wat je die 3,5 jaar voor FC Twente hebt gedaan. En op de tweede plaats terug dat je al die oude gasten weer eens ziet. Je hebt een aantal jongens zie ik hier rondlopen die had ik al jaren niet meer gezien. Ja, een soort reunie. Ja, nou, dat is hartstikke leuk dit. Nogmaals, die jongens spreek je allemaal weer een keer en je haalt wat oude herinneringen op. Dat is ook logisch. Zoals welke? Wat? Zoals welke? Nou, in de tijd dat wij samen voetbalden en welke wedstrijden we daarin gespeeld hebben. De succesjes haal je nog eens een keer terug. En ja, dat blijkt toch weer dat iedereen het hartstikke goed naar zijn zin heeft gehad in die periode dat wij met elkaar speelden. En dat we daarbij ook succesvol zijn geweest. Oude herinneringen ophalen, daar wordt het meest over gepraat vanavond. Ja, we halen ook. En ook wat de jongens nu aan het doen zijn natuurlijk. Hè. De meesten zijn ook wat trainer en allemaal nog werkzaam in de voetballerij. Dat is ook vrij logisch, want als je zoveel jaar betaald voetbal speelt, dan is het heel erg moeilijk om te zeggen, daar stap ik allemaal uit. En dan weet je in ieder geval waar de jongens nu mee bezig zijn. Dat is het leuke van zo'n avond. Wat is je het meest bijgebleven uit je FC Twente tijdperk? Nou, de vriendschappelijke sfeer in de ploeg. Allemaal vrienden van elkaar, keihard werken, veel sfeer. Goede trainer natuurlijk, Spitzkaun. En we hebben een fantastisch elftal. Wat de finale heeft gehaald toen tegen Borussia Mönchengladbach, wat helaas verkeerd is gegaan. Nederlandse beker een keer gewonnen met 3-0. En elk jaar Europees voetbal gespeeld. En ik denk dat voor deze club het hoogst haalbaar is. Vazovic, kans daar. En een doelpunt. Een doelpunt van Paul Plats. Een doelpunt van Theo Paul Plats. Gruwelijk Sanchez Torres kopt. En die gaat erin, ja! Opvallend dat hij natuurlijk niet de grootste is, Sanchez Torres. Maar die bal kon hij vrij inkoppen, maar dat deed hij ook heel zuiver. Want de koning kon zich strekken wat hij wilde. Het is gewoon voor mij een enorme eer om genomineerd te worden, uiteraard. Ja, wat is je het meest bijgebleven uit je FC Twente tijdperk? Ja, wat is mij bijgebleven? In principe al die jaren die ik gespeeld heb, vanaf het begin tot het eind. Maar wat me de meeste indruk heeft gemaakt op mij, was het debuut, denk ik. Dat was echt het mooiste wat er was. In welke wedstrijd was dat? Dat was die speelde tegen Haarlem. Haarlem uit. En het werd 2-2, dat weet ik nog. Gescoord? Ook gescoord, ja. Dus perfect. Wat was je beste wedstrijd uit je carrière? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je aan de mensen moeten vragen die dat beleefd hebben. Ik denk dat die het toch anders beleven dan ik. Dus, Wat doet Manuel Sanchez Torres op dit moment? Ben je nog actief in de voetballerij? Nou, ik ben wel actief als trainer op een laag niveau, zeg maar, bij NEO in Borne. En daarnaast ben ik werkzaam als begeleider op een woonvorm met lichamelijk gehandicapte mensen. Paul Plats schuift er door die beeld. Waarschijnlijk zal hij straks in de ploeg van Twente ingebracht worden. Als wissel. Drost. Goed schot van Epi Drost en een doelpunt.
Epidros en wat Paalplaats. Paalplaats komt er niet meer in natuurlijk. Epidros scoort met dit geweldige schot van afstand. Twente, vreselijk machteloos eigenlijk in de tweede helft. En dan ineens in het eerste gedeelte van de verlenging deze knal om in alle machteloosheid een einde te brengen door Epidros. Epidros die de laatste tijd weer goed in vorm is en die al dat machteloos heeft aanschouwd en dan besloot tot deze knal. Hij zal de beker in ontvangst nemen uit handen van Prins Bernhard. Dat kan niet aan gebeuren. Ja, ik was er ook bang voor. Maar het eerste doelpunt van u was prachtig. Daar in dat gesprek met Prins Bernhard. Want het heeft gespannen hoofd. FC Twente werkelijk deze eerste grote triomf zou binnenpakken. Noten. René Noten, ja, doelpunt. Even was het gezicht weg bij Victor en Noten scoort. Oh, een slechte uittrap van Bals, kans voor Van Dijk. Schot van Dijk, goal! Van Dick van Dijk, rechtstreeks gevolgd van de... Van Dijk, 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 van Dijk. Jensen. Gekopt, Heinke zijn kans. En geschoten en de goal! Nou, dat is dan zeker de beslissing. Ja, dat doet me wel wat, ja. Ik bedoel, ik heb op verschillende plaatsen gewerkt en uiteindelijk hier gestart als trainer, als coach. En dan doet je dat verreweg het meest. Scoort met dit geweldige schot van afstand. Twente, vreselijk machteloos eigenlijk in de tweede helft. En dan ineens in het eerste gedeelte van de verlenging deze knal om in alle machteloosheid een einde te brengen door Epidros. Epidros die de laatste tijd weer goed in vorm is en die al dat machteloos heeft aanschouwd en dan besloot tot deze knal. Hij zal de beker in ontvangst nemen uit handen van Prins Bernhard. Dat niet aan gebeuren. Ja, ik was er ook bang voor. Ze hebben mij gevraagd als vertegenwoordiger van de familie om toch aanwezig te zijn mocht hij de prijs winnen. En gelukkig heeft hij gewonnen, maar ik had liever gezien dat ik bovenaan een tafeltje kon blijven zitten en dat hij die toespraak hield die ik gedaan heb. Maar ja, het is helaas niet anders. Wat doet dit met u? Dit? Ja, fantastisch. Het is echt een, met name die beelden en het epi gescandeerd werd, ja, dat doet heel veel met je. Dat doet echt heel veel. Tot zover Actua vanavond.